3, of deel 3, hoe je het ook wil zeggen, deel 3 van de Kooi Hunt 2022. En het wordt weer een hele, beloofd weer een hele leuke dag te worden met heel veel handpick tosai, jumbo tosai. Marco die gaat samen met Sigo op pad. Wim en ik gaan dus met z'n tweetjes op pad langs in ieder geval 3 kwekers. De eerste, Maruju, omdat dan gisteren de vissen op voerstop zijn gezet. Dan hebben we echt mooie tosai, kleintjes, groter en de jumbo's. Daar gaan we doen. We gaan naar... Ja, oh ja. Niet te veel sushi eten. Nee, we gaan naar, oh ja, Marohide gaan we naartoe. En Yamanaka gaan we ook nog naartoe. Dus het wordt even doorstarten. Oh nee, Miyatora vandaag ook nog. Dus nou, het wordt een hele drukke dag met z'n tweeën. Marco, die neemt deze camera mee. En dan wordt het een extra dubbele film. Ik ben heel benieuwd. Nog. Ik wil dat dit gaan noemen, er zit geen klokje op. Nog 3 minuten en dan zijn de jongens er, denk ik. En dan gaan we rijden. Het is vandaag droog, lijkt droog te blijven. Bewolkt, half bewolkt. Ja, het zonnetje gaat er toch wel doorheen. Ja, goede dag. Het licht is, dat zie je ook het verschil. Het verschil tussen voorjaar en in het najaar. Of en echt een. Het verschil. Wat zijn de verschillen die ik zie tussen. Ja, nu en in het najaar of in februari gaan? Nou, ik ken Japan. Er komen natuurlijk al jaren lange periodes. Maar. Ja, in het voorjaar eigenlijk nog nooit gezien. Dus dat zijn voor mij dus de planten, de bomen zijn heel anders. Het nieuwe groen. Wagaba. Hè, dus het voorjaarsgroen. Komen jullie vandaag over of hoe zit dat? Nee. We dachten, we slaan een dagje over. Ah, leuk. Ja, want het is ook zo... anders vissen. Ik had gelukkig wel de wegservice vanochtend, dus ik was op tijd wakker. Oh, mooi. Mijn lieve schatje had me wakker gebeld. Oh. Nico? Nee, Patricia. Oh, oké. Okay. Heb je, ik denk ik zet hem hier, zodat jullie achter al je mooie spulletjes kunnen doen, maar hoppakee, achterin kwakken. Hoppakee. Alles bij ons? Drones bij ons? De batterijen bij ons. Er is alles goed, is allemaal hier. Oké. Okay. Ja. Heb je je batterij dan al opgeladen? Ja. Die zitten bij jaszak. Ja, oké. Okay. Nou, 1 batterij nog niet helemaal opgeladen, maar misschien... We hebben het dan over je drone of over lichaam. Je innerlijk? Ja. Ik wil wel maar het lichaam, dat is nog niet helemaal wakker. Nee. Moet eens een keer Duracell proberen, dat gaat goed, ja. Hoor. Ja, joh. Op naar Marujo. Ja. Ja, op naar Marujo. Mitsuko is er al. Sieg is er ook al. Toch nog even in de grote bak kijken voordat we de tosai gaan handpikken. Wim. Heb jij een hele speciale camera die door de muur heen aan het filmen is? Ja, dat zit toch. We gaan een paar scheppen doen, mensen. Maar we mogen dus hieruit handpikken. Er zit een heel groot verschil of je een kweker een doos laat scheppen, gewoon zo, en dat hij ze blind eruit pakt. Of dat je zelf de mooiste karoma eruit pakt, of de mooiste kohaku, of de mooiste, nou ja, er zit van alles in. Oshiba, Soragoi, Tansho, Kujaku zie ik, Jindrin, Tansho,
Segura Ogon, Koshiki. Hele mooie visjes. Ik concentreer me altijd per variëteit. Dus de eerste Kohaku. En dan... Nou ja, nu zag ik net een karomaatje voorbij gaan, maar anders dan zie ik door de boom het bos niet meer. En je weet natuurlijk ook de vraag van de mensen van de afgelopen periode. Weet je van, hé, hey, zou je voor mij Kujaku kunnen zoeken? Zou je voor mij... Ja. Oh. Hele mooie Soragoi. Kijk naar dat netpatroon, zie je dat? Heel mooi. Weer niet. Dit is de selectie van de eerste bak, 30 stuks. Met onder andere Soragoi, Sanke, Kujaku, ook nog een mooie Kujaku, Oshiba, aparte Oshiba, Maruten, Kohaku natuurlijk, Garomo, Sanke, echt een heel grappig, heel mooi bootje met vis. Nou, in de volgende bak, hele mooie bak ook. Als het goed is, iets hogere kwaliteit. Dan gaan we. Gaat Mitsuku ook voor mij nog een trekje doen? En dan gaan we er daar 20 uitzoeken. Zo, nou daar zit er nog een. Wat zijn die? De eerste selectie die we gemaakt hebben. Die is natuurlijk een hele goede kwaliteit. En hier
Ja, dat heb je gisteren op het filmpje kunnen zien waarin Mitsuko aan het uitselecteren was, heeft hij eigenlijk twee. En dan zeg je, oké, de net even knappere, nog knappere, die doen we hierin. En dat heeft dan vooral, dat heeft niet met de bouw te maken, want het zijn allemaal, niet allemaal goed gebouwd, maar nou, als je bijvoorbeeld Oshiba neemt, het was daar lastig om een Oshiba te vinden die genoeg bruin had. En dit is dan, nou, dit is dan toevallig een Jinden in Oshiba, die heeft veel meer kleur. Ik ga deze niet nemen, maar om je een idee te geven, veel meer kleur over het hele lichaam heen. Deze gaat weer terug, want dit is, ga ik niet uit deze bak halen. Klein visie. Ik haal hier liever mooie Kohaku. Trouwens ook nog een mooie Gromo. Maar een mooie Kohaku uit. Zie je, mooi, mooi patroon. Huidkwaliteit heel goed. Moet je kijken hoe scherp dat getekend is. Helemaal kut. Showa. Wat licht op de. Ja. Oeh. Kijk, dit is een mooie Oshiba. Mooie Oshiba. Mensen vinden het gaaf, zo'n hele bruine kop. En ook nog tekening op de. Op de huid, op de rest van het lichaam. Jinder en Kohaku, super wit. Dik Jinder in erop. Ook een leuk patroon. En we hebben al heel veel Hiyotsuri, dus dat laat ik dan. Maar het is wel een mooie visie. Even kijken hoor, een laatste schep. Een laatste schep, een mooie Sanke misschien, of een toch die. Nee. Dat is een vis die ik terug heb gegooid en dat je hem dan toch weer ziet. Dat je denkt, oh, wat een mooie visie. Kohaku heb ik al genoeg. Kohaku heb ik al genoeg. Zo. Ja. Hey. Oké, bye. Blijven toch je kinderen. Een Showa. 15 centimeter. Heel mooi. Deutsche Kujaku van 18 centimeter. Ook mooi hoor, mooie rugstreep. Hey, die schubben die zo mooi op de rug lopen. Kwaku. Cool. 24 centimeter. Mooi keppeltje, vind ik leuk. Odoom, goed. Gaan we op. Oshiba. Ik denk zelfs 22 centimeter, 22 centimeter. Mooi netpatroon. Leuk dat hoe het bruin verdeeld is. Beide kanten van de bosvin bruin. Erin, heel mooi. Soragoi.
19 centimeter. Mooi netpatroon, echt intens gaaf netpatroon. Mooi, egale kleur. Geen gekke bruine plekken erop of wat dan ook. Geen Oshiba die veranderd is in een Sorokoi. Echt een mooie Sorokoi. Ja, in film. Ja. Oké. Okay. Ja. Een Garomo. Leuk, gaaf vis. 19, 20 centimeter. Leuk. Laatste in de serie hier op de, in het filmpje. Maar er komen er dus nog veel meer richting de kast, omdat we een hele doos hebben. Of Wim een halve doos en ik een halve doos, maar het is een grote doos, dus heel veel vis. Mooi eruit kan halen. Dit is dus een Jindrin Kohaku, 18 centimeter. Mooi helder, echt intens wit. Intens rood. Mooi Jindrin erop. Ja, visje naar mijn smaak. Oei, oei, oei. Oh. Kijk hier. Hij zegt hier, joh. Ja. Mooi groot, hoor. Zo. Zijn wel twee, er gaan hier geen 100 van in de loos. Dit zijn er 22, 24 centimeter. Nou, we gaan het zien. Oh, pas op, pas op. Gaat op de Hai. Hij gaat het naar voren halen. Nou, het is erg troebel water. Die, hè? Ja, die. Die is mooi. Die is mooi. En die? Ook mooi. Maar toch vorige, al 2 of 3 jaar op rij, goede vissen. Ja. Ja, daarom zeg ik, ik wil naar Yamanaka, dat is gewoon ik ook. Gewoon leuk. Vissen. Mooie vissen. Ja. Mooie showers. Help me. Ja, nou, ik weet het wel. Je zou bijna zeggen dat er niks in zit. Stop. De kweker die gaat zijn rondje. Oh, lekker zo'n mondkapje. De kweker gaat zijn rondje. Dat is trouwens de eerste kweker die ik zonder mondkapje zie. Hij ging ook gewoon zoenen, hè? Gaf hij 3 kussen. De kweker gaat nu een rondje. Het net gaat natuurlijk over de bodem, dus je hebt echt alles. En hij doet het heel, heel erg secuur. Je zou zeggen, het is dat we hier van de week zijn geweest. En dat we Shiro Tsuri hebben zien zwemmen. Maar anders zou je zeggen dat hier niks in zwemt. Een lege bak is. Ja, bijna een lege bak is. Maar dit heeft hij vaker gedaan. Nou mag ik wel weer bewegen. Gauw dat dingetje op. Dat dingetje. Ja? Yeah.
is. Stokkie. Ja? Zo. Die zitten in de gevangen. Het zijn hele mooie Sirotsuris. Ik hoop dat er nog wat groter zwemmen om te laten zien hoe die worden. Hele goede Midori. Oshiba. Jinrin Shirotsuri. Mooi. De eerste bol is een selectie Yamabuki. En de Yamabuki van Yamanaka zijn, ja, ik vind ze schitterend. Heel vaak met een witte rugvin. Mooie dikke bouw. En type van, nou ja, van citroengeel tot, ja, bijna okergeel. Hele mooie vissen. Dat is de eerste selectie die we er hebben uitgehaald. Een aantal. Ik denk dat de grootste die hier in beeld is 24, 25 centimeter is. En de kleinste 18. Oh, ik doe de meeste in setjes. Maar deze wilde ik toch even alleen doen. 22 centimeter. Mooie show met een typische koptekening. Apart. De reus uit de bak. Een Kujaku. Mooie tekening. Mooi patroon. Dan weer het mooie bouw. Echt een grote vis. 28 centimeter. Tosai, hè, jongens. Twee echte Soragoi. Zo vind je ze, zijn ze bijna niet te vinden. En zo hebben we ze eerst bij Marutsu en nu ook bij Yamanaka. Mooie vis en een Oshiba erachteraan. Heel mooie tekening. Een van de weinig lichte die er bij zitten. Viertal Kohaku. Mooi schoon, hoge huidkwaliteit. Goede huidkwaliteit. Shiro Utsuri, de selectie Shiro Utsuri. Jinrin Shiro Utsuri en gewone Shiro Utsuri. En natuurlijk nog in ontwikkeling. Sommige zijn al een stuk verder. Dus deze. Maar ook een aantal die nog, ja, bijna wit zijn. Maar juist dat verschil is mooi om te volgen. Ik moet de uitvoering van maken, maar ik hoop dat ik mag selecteren, maar niet de Shiro's. En deze keer, als trouwe klant, mogen we dat wel doen. Je kunt sporen van een Japanta. Dat je toch wel op een voorkeur kunnen wachten. Ja, meer weg te krijgen. Oh, twee mooie Tansu Showa. Eén is meer gefinished dan de andere. Maar toch mooie visies om te gaan volgen, te kijken. Ik ga er wel van. Ik ga er een mooie zoek op, dus ik zie hier een beetje bij.
Ayahuacaba です. Een variëteit die ik er gewoon niet denk. Ik weet het wel, maar. Nou ja, met mijn gestotter. Nee, maar. En natuurlijk Midori ook nog, zit hierbij. Mooie visjes. Mooie rugte. Streep. Hi, oké. Koike. Sorry, ik moest even tussendoor nog wat doen. Aantal, mooi geselecteerd. Gelet op schoonheid, geen gekke plekken erin. Mooie ruglijnen. Nou ja, hele grappige mix. Om je een idee te geven hoe de vissen gaan worden die we net hebben geselecteerd. Dit zijn de ook ouder dieren natuurlijk. Vissen wat is het? Kijk even. Sorry, ik zie daar meteen weer een woordje. Kijk, wat een plaatje. Ouder dieren, vissen die ook nog wat te koop zijn, maar mega groot. Ik zag net een Aikaroma van zeker 80, maar ik denk groter. Yamabuki is wel groter, Shirotsuri 80 plus, makkelijk 80 plus. De Awakabaya, de Sushui's. Shirotsuri, ah, mooi. Dus dit is een beetje hoe het kan worden. Kijk, hier is het ook een stuk drukker dan de sushi bar. Ja. Het bord is heel oud. Ja, het bord is heel oud, maar het eten is hier ook lekker. We kunnen wel een keer spijbelen van sushi bar. Hey, ja. Volgens mij zijn we hier wel geweest. Ja, zeker. S'avonds ook. Ja. Oh ja, ik zie het al. Ja. Ik heb hier rechts vooruit aan moeten zijn. Ja. Ook lekker hoor. Kiosa. Van alles hebben ze hier. Oh, deze is ook lekker pittige tofu. Helemaal lekker. Ja, wat kunnen we daarna nou eens bijzetten om te laten zien hoe groot zoiets is. Dit is de... Je hand. Mijn hand. Ja, maar dit lijkt... Oh ja, zo. Het is groot. Heel te groot. Beetje groot. En we hebben er iedereen. Nee, joh, moet je niet te kijken. Ik ken het niet. Zo, het weer is veranderd. Het rijgond. Ik moet heel eventjes hier even met de auto in het huwelijk naar de Workman. Ja? Moet even wat sokken kopen en onderbroek. Okay. Bernard, we gaan sokken voor je halen. Kijk, ik moet sokken.
start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep. Oh, 55 centimeter. Is it Sansai or Nissai? 55 centimeter Nissai Kohak. De reden waarom ik heb gevraagd aan de kweker en toevallig Marco en Siekes die zijn hier ook. Dus we zijn weer bij elkaar. Die zei, je had dezelfde vraag gesteld, is dit Koshiki of is dit Kohaku? Dit is Kohaku, zegt de kweker. Er zit ook echt helemaal geen grijs of zwart op de vis. Maar het rood is zo mooi intens. Ik hou er wel erg van. Heel mooi. Dus bij Kawakami, jongens. Een Koshiki van Kawakami. 50 centimeter. Laten we het zo zeggen. Veilig. 50 centimeter. Het rood zit er dik op. Mooi over het hele lichaam. Het zwart, zwart, grijs, blauw, wordt in Nederland intenser. Is nu al heel mooi, maar wordt intenser. En zeker op de kop wordt dat daar, vind ik dat mooier worden. Ja, hele gaaf vis. Zomaar eventjes, bijna in mei, een hele mooie Nissai. Oh, we hebben weer een keer een mazzeltje. We hebben, nou mag ik wel Jumbo Tosai noemen, hele mooie selectie in één keer opgekocht. De nummer 1, of eigenlijk de 3, 03, een Doitsu Kohaku, 30 centimeter, Tosai, hè, dus een Jumbo Tosai kunnen we zeggen voor Kamikami. Super gaaf, mooie, ja, hele mooie strakke tekening. Maruten, een Duitse Kohaku. Wat gek. Deze is ietsjes kleiner. Maar nog steeds een behoorlijke vis. Een Tansho Koshiki. Mooie rode kop. En dus het grijs, blauw, zwarte. Wordt nog veel egaler. En een hele gave. Echt een hele gave vis voor de toekomst ook. Dit is een grotere, 32 centimeter denk ik. Doitsu Showa. Sterke vis, mooie verdeling, mooi toch in balans. Hè? Rood voorop, achter donker, maar ja, heel gaaf, heel mooi in balans. Mooie bouw, rechte bouw. Het is echt een toppertje. Dus. Ook deze komt natuurlijk naar Aalsmeer. Beni Kumuriu. Ook 30 centimeter. Tosai nog steeds. Het zwart komt er dus nog op, hè, jongens. Dat gaat echt mega snel. Dus vandaar dat ik deze geselecteerd heb. Hele goede bouw. Goede vinnen. Beni Kumuriu. Beni Kumuriu. 28-30 centimeter. Ook hier gaat natuurlijk nog heel veel veranderen. Maar ja, moet je kijken wat een baan van toos zijn, jongens. Het is ongelooflijk. Ik ga er echt van te kijken. Een mooie lange bouw. Wat een grote vis.
En ik vind een hele schone. Dus. Dan ga je er ook verliefd op. Wat een haven, Maruten, Benny Komriel. Dat er ook een zit. Helemaal fusie. Mooie ronde vlek, ook achterop goed rood. Mooie in balans. Witte. Wit is echt wit, jongen. Wauw. Heel mooi. Deze is 25, 26, 27 centimeter. Een hele mooie. Een mooie dikke huis. Een Deutsche Showa. Wit 27 centimeter denk ik, 25 centimeter, 27 centimeter. Echt mooi. Ja. Mooie balans. Heel mooi.